Wat doet een aankoopmakelaar en wat zou een aankoopmakelaar kosten? Heb jij wel eens overwogen om een eigen makelaar mee te nemen als je een huis gaat kopen? Nee? Ik zal je vertellen waarom dat wel een goed idee is. Blijf kijken. Ik ben Theo Heus, NVM-makelaar en NVM-aankoopmakelaar bij digimakelaars.nl. We verkopen en we kopen huizen aan voor onze opdrachtgevers door heel Nederland. Iedere week op donderdag plaatsen we nieuwe video's over wonen in je eigen huis. Geef ons een like, abonneer je op ons kanaal en klik op de bel. Dan krijg je iedere week bericht als er weer een nieuwe video voor je klaar staat. Veel kopers denken dat de makelaar die een huis verkoopt ook hun makelaar is. Want die makelaar is aardig, hij vertelt veel over het huis, hij heeft interesse in je. Want hij vraagt je precies hoeveel je staat met je huizenzoektocht en of het allemaal goed gaat met je financiën. Kortom, de makelaar die het huis verkoopt, die slaagt dan meestal in om ook jouw vertrouwen te winnen. Maar pas op, die makelaar van de verkoper heeft maar één doel. En dat is het huis voor zijn verkoper zo snel mogelijk en tegen een zo hoog mogelijke prijs te verkopen. En hoe meer hij jouw vertrouwen heeft als koper, hoe gemakkelijker dat voor hem wordt natuurlijk. Ik zeg soms hij voor de makelaar, want hij, zij klinkt niet zo lekker als ik tegen je praat. Maar laat het duidelijk zijn dat er mannelijke en vrouwelijke makelaars zijn. En als ze de verkoopmakelaar zijn, hoe lief of hoe aardig ook, man of vrouw, ze blijven jouw tegenpartij. Als koper koop je een huis een paar keer in je leven, dus zo'n situatie maak je niet vaak mee. En als je een huis koopt, is de vorige keer meestal lang geleden. De verkoopmakelaar verkoopt misschien wel iedere dag een huis, of toch in ieder geval een paar keer in de maand anders moet hij volgens mij wat anders gaan doen. Dus als je dan als koper zonder makelaar denkt dat je daar tegen opgewassen bent in de onderhandelingen, dan zeg ik van nou, blijf nog maar eventjes dromen. Tenzij je van je beroep onderhandelaar bent natuurlijk, maar de meeste van jullie zijn echt niet tegen de skills van een gewiekste makelaar opgewassen. Een stappenplan om een huis te kopen zonder makelaar gaat je daarbij niet helpen. Een NVM-aankoopmakelaar kan je in de onderhandelingen geld besparen. Die weet namelijk precies hoe de tegenpartij, de verkoper dus en de verkopende makelaar, in elkaar zit. En welke argumenten beter werken om een goede aankoopprijs te bereiken. En dan hebben we het alleen nog maar over de koopprijs. Maar er is nog veel meer. Want de wet geeft jou als koper ook nog wat verplichtingen bij het kopen van een huis. De zogenaamde onderzoeksplicht voor de koper. Daar hoort bijvoorbeeld bij dat je zelf controleert of het aantal vierkante meter woonoppervlakte dat je koopt ook een beetje klopt en of de perceelsgrenzen kloppen en of er geen andere mensen rechten hebben op het perceel en of er geen vervuiling is. Nou, dan ook nog of alle aan en uitbouwen met vergunning zijn gebouwd, maar ook of het huis bouwkundig wel in orde is. Alle zichtbare gebreken hoor jij als koper zelf te zien en op hun waarde te beoordelen. En daarom is er bijvoorbeeld de bouwkundige keuring. Over keuren of taxeren heb ik hier een video. Maar of jij die keuring ook altijd moet laten doen, dat is moeilijk te beoordelen. En dat kan je eigen aankoopmakelaar wel. Die is namelijk ook bouwkundig onderlegd en hij kan voor jou beoordelen of hij een keuring wel raadzaam vindt. Wat ook belangrijk is, is het gegeven dat jij als koper met een aankoopmakelaar bij de verkopende makelaar serieuzer overkomt. En daardoor wordt jouw onderhandelingspositie beter omdat ze er dan vanuit kunnen gaan dat het financieel, dus qua hypotheekmogelijkheden, al een beetje klopt. En dat is fijn voor de verkoper om te weten. Er zijn aankoopmakelaars en aankoopmakelaars. En ook hier moet jij het kaf van het koren scheiden. Ik vind dat een aankoopmakelaar het huis gezien moet hebben om erover te kunnen oordelen. Natuurlijk kun je een makelaar inhuren om alleen over de prijs te onderhandelen, maar dan weet jij nog niet. Of je misschien een kat in de zak koopt. En als je daar dan duizend of meer euro voor moet aftikken, weet ik niet of dat een goede raal was. Een paar honderd euro voor enkele mailtjes of telefoontjes, dat lijkt me dan meer op zijn plaats. Samen met je eigen makelaar naar een huis gaan kijken is altijd een eye-opener. Wij gaan mee met de tweede bezichtiging, dus meestal heb je het dan zelf al een keertje gezien. En ik beloof jou, als we met je meegaan, dat je er anders tegenaan gaat kijken. Professioneler een woning bezichtigen dus. En dat geeft dan een goed gevoel. De groep kopers die een makelaar meeneemt wordt gelukkig steeds groter. In de steden was dat altijd al zo, maar nu zie je ook dat het op andere plaatsen vaker gebeurt. Het ons kent ons bij het kopen van een huis gaat er een beetje af en dat is maar goed ook. Wij denken namelijk dat een aankoopmakelaar belangrijker is dan een verkoopmakelaar. En weet je waarom? Als je een huis koopt, zit je er gemiddeld een jaar of 10, 15 aan vast. En als je een huis verkoopt, dan heb je er niks meer mee, zodra de sleutels zijn overhandigd. Dus wil jij als serieuze koper overkomen, geen verrassingen achteraf en een goede prijs en voorwaarden uit onderhandelen, neem dan je eigen aankoopmakelaar mee. Een NVM-aankoopmakelaar kost je misschien een paar duizend euro. Maar die is zijn geld dubbel en dwars waard en verdient dit bedrag met gemak voor je terug. En vaak is er ook nog een no cure no pay mogelijkheid. Vond je dit een goed verhaal? Geef de video dan een like. Abonneer je op ons kanaal en klik op de bel en dan krijg je bericht als er weer een video voor je klaar staat.